Peter Gillies, de bekende campingkoning en televisiepersoonlijkheid van Massa is Kassa, staat erom bekend dat hij zowel zuinig als extravagant kan zijn. Hij maakt graag gebruik van Poolse werknemers voor schoonmaakwerkzaamheden, plaatst een baksteen in het waterreservoir van het toilet om water te besparen en is berucht om zijn reactie op zelfs de kleinste gebreken, zoals een kapot lichtknopje. Maar wat betalen Peter Gillies en zijn O-stappengroep eigenlijk aan hun parkmanagers? Wij hebben het uitgezocht. Als je ooit Massa is Kassa hebt gezien, kan het je niet ontgaan zijn dat Peter Gillies regelmatig als een soort dictator zijn controlerondje maakt op het park. Hij wijst dan de parkmanager van dienst op kapotte lampjes, kauwgomvlekken op de grond en vogelpoep op de ramen. Ondertussen laat hij zijn veter strikken door ingehuurde vrouwen en probeert hij Poolse schoonmaaksters te motiveren via een tolk, zodat ze harder gaan werken. Nu het kampeerseizoen weer in volle gang is, moet de kassa natuurlijk flink rinkelen. Peter Gillies heeft een enorm vermogen, dus je zou denken dat hij zijn parkmanagers riant beloont. Maar hierover verschillen de meningen. In het televisieprogramma zien we zijn rijkdom vooral terug in zijn kasteel, zijn collectie Harleys en zijn interesse in een dame die goud zoeken tot kunst heeft verheven. Het is voornamelijk de parkmanager die zwaar onder vuur komt te liggen tijdens het controlerondje, aangezien Gillies altijd wel iets vindt wat hij als een totale catastrofe beschouwt. De parkmanager moet dus stressbestendig zijn, kritiek kunnen incasseren, oog voor detail hebben en vooral voorbereid zijn wanneer de grote baas met een cameraploeg langskomt. Hoewel we op de website van de O-stappengroep vacatures voor parkmanagers kunnen vinden, wordt het salaris daar niet vermeld. Gelukkig zijn er websites waar het wettelijk minimumsalaris te vinden is, en we gaan ervan uit dat Peter Gillies daar niet ver boven zal zitten. Het minimale bruto maandsalaris voor een parkmanager bedraagt 1800 euro. Gemiddeld verdienen parkmanagers 3900 euro bruto per maand, terwijl het maximale salaris op 6000 euro bruto per maand ligt. Deze cijfers zijn gebaseerd op betrouwbare bronnen.